Sander heeft trouwens geen kans. Ja, een hele goede inloop, bal die valt. En Tankari komt half meter. Half meter kust. Paaslengt. En bal. Die druk gaat zetten. En een overtreding gaat. Volgens de assistent-scheidsrechter. En gaat er ook geel worden? Ja. Dat is wel een bal. Voor het soort natrappen. Rood. Is dat rood? Kijk, hier gebeurt het. Kijken wat er gebeurt. Ja, dat hebben we niet gezien. We hebben het gezien. Ja. Het is rood. Ja, daar ben je geweest van Van de Brekeren, moet ik zeggen. Hier komt het. Hier komt Didier Degens, mag je wel zeggen. Met dat rechterbeen. En hier komt het natrappen. Ja, ja, ja. Dat is duidelijk. Ja, dat is natrappen. Maar de eerste fase van Didier Degens, die misschien kunnen we eens te zien krijgen. Met dat rechterbeen, heel gestrekt naar inderdaad het gezicht van Zoran Ban. Op de nek, waar hier nog wel wat de sporen te zien zijn. Dat... Die bal was ook niet meer aanwezig. En hier komt het. Hier. Ah, ja, ja, ja. Hier dat trappen met die rug. En dat daar stel. En dan ook nog. En dan komt... hier ziet u de sporen in de nek van Zoran Ban. Ja. Van die voet van die JT. Ja, betwistbare beslissing hoor, van de Bleker. Niet zo, niet de rode kaart. Niet het wegzenden. Nee, maar hij had ze allebei kunnen wegzenden. Voilà. Niet de rode kaart van... Van, die is volledig terecht. En nu heeft Gert Davids daar iets op zijn hoofd gekregen. Ja. Vanuit de supporterspad van Genk. En die blijft liggen. Oh mensen, wat wordt dit hier? Terwijl ze nog zo broederlijk het Limburgse volkslied zongen. Voor de aftrap. Ja, en die tegen krijgt nog niet eens een gele kaart. Ja, dat is Frank de Blekeren. Heeft Frank de Blekeren nog de grensrechter die eerste actie van die tegen opgemerkt? Ja, maar die grensrechter had dat toch moeten zien? Die stond er met zijn neus op. Met zijn neus op. Terwijl we daar nog eens zagen hoe Gert Davids door de knieën ging. Maar de revanche van Zoran Ban is natuurlijk niet te goed te praten. En ja, accentueert toch wel de ongelooflijke druk waarmee de spelers van Racing Genk hier op het veld gekomen zijn. Hè. De overmotivatie misschien een beetje. Ze moeten hier een seizoen redden. En ja, na 12 minuten staan ze met 10. En hun trainer zei vooraf tegen Wim, ik heb ze doen de inkomen van de week. Het ging er heel snel aan toe op training, zei hij. En wat lollies? Ja, wat lollies, dat kan nu toch geen schedelbreuk veroorzaken. Hij zei, maar hij had ook nog andere dingen bij. Ja, hij zei, het ging er hard aan toe, heel veel aan toe op training. En dan heb ik op een gegeven moment toch even moeten vaste rust laten nemen. Hè? Omdat ze ja, zeer gemotiveerd al waren. Dus heb ik verder maar niet te veel meer aangedrongen. Ik zeg het al, het bestuur van Genk zal ook wel zeer veel ja, deze groep beïnvloed hebben. Heel goed weten dus dat op het moment te koop en zo en uitstelling naar volgend jaar. Ook wel afhangen van de of niet te spelen van die bekerfinale. Ja, je laat het hier in genezen van kinderen, denk ik. Dat is